Het project Caspar Ouwerkerke, het is natuurlijk uw naam, maar wanneer ben jij officieel gestart met het schrijven van uw songs? Ik denk dat dat 5 jaar geleden was, toen ik 15 jaar was ongeveer. Ik ben gewoon begonnen met gitaar spelen op mezelf. En dan is daar automatisch het songwriting gedeelte bijgekomen, zonder dat ik er te veel over heb nagedacht of zo. Dat is gewoon spontaan gebeurd. Dus, ja, voilà. En jij treedt altijd alleen op? Of ook al met bands? Of het is de bedoeling het... dat daar binnenkort, wanneer dat, alles weer normaal is, dat er een band bij komt. Ik speel nu altijd, heb ik altijd alleen gespeeld. Dat is altijd ook wel tof geweest, maar het zou tof zijn om er inderdaad ook andere muzikanten bij te betrekken. Heb je die al gevonden? Ja, ik heb ze al gevonden. Oeh, komt er dus aan, beste luisteraars. Fantastisch. Ja. Wat zijn jouw grote inspiratiebronnen om jouw sound te creëren? Ik denk dat ik veel geluisterd heb naar de klassieke songwriters. Dus zo Nick Cave is een grote invloed, maar ook Leonard Cohen en Bob Dylan natuurlijk. Maar ook Nick Drake. Ik denk dat daar het kleine vandaan komt, het intieme. En een hele belangrijke Belgische singer-songwriter voor mij is The Boney King of Nowhere, die ook grote invloed heeft gehad op mij. Ja. Ja. Ik heb afgelopen, ik denk dat het december of januari was, heb ik gespeeld in Antwerpen. En ik had daar gedaan met mijn optreden. En een kwartier, 20 minuten later kwam er een man naar mij toe en die had mij getekend. Dus die had terwijl ik was aan het optreden een tekening van mij gemaakt. En dat vond ik heel mooi. Dat was ook supergoed gelukt. Dus, heb je meegekregen? Ja. Ik heb hem meegekregen, ja. Hangt hem op ergens? Ja. Waar? Boven uw bed? Nee. Hij hangt op waar ik ook liedjes maak eigenlijk. Dus als een soort van motivatie om... Allee, want ik vond dat een supermooi gebaar of zo van hem. Ja, natuurlijk. Een soort appreciatie eigenlijk ook, hè? Inderdaad. Ja.